witte rook. Althans, er lijkt een heel klein beetje witte rook te zijn bij de kabinetsformatie. Onderhandelaars hebben een maand niet echt bij elkaar gezeten, maar gaan vanaf maandag echt weer onderhandelen in Hilversum. Hoe dit zo gekomen is en hoe kansrijk deze poging is, vragen we. U heeft hem herkend aan informateur Kim Putters. Welkom. Ja, dank u wel. Meneer Putters, hoe vindt u het om informateur te zijn? Nou, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Mm-hmm. En heel eervol ook. En hoe gaat het met de formatie? Ja, ik begrijp dat u het vraagt. Mm-hmm. Maar in het belang van het proces kan ik daar dus niks over zeggen. U kunt zeggen. Daar niks over zeggen? Helemaal niets, nee. Mm-hmm. Noppes, nada. Want ja, hè, zoals mijn voorganger, dat wil natuurlijk niemand. Dat er steeds gelekt werd. Nee, in het algemeen lijken op Ronald Plasterk, dat wil niemand. Dus ik zeg niks, mijn lips are sealed. Helaas. En ook over Ronald Plasterk? Nou, wilt omdat u zo aandringt, wil ik over Ronald Plasterk wel iets zeggen. Okay. Wat een nat vergiet was dat. Ja. Wat een zompige Tena-lady. Dat is... Wij noemen hem de lekkende leuter. Okay. De lekkende leuter. Het hele laminaat in die formatiekamer stond bol van het sijpelende narcistenvocht okay. uit de druipen van Ronald Plasterk. Wow, Kim, dat lucht op! Ja, ja, ja. Goed, maar verder over de formatie, die ik overigens met enorm veel plezier leid, zal ik dus zwijgen als het graf. Het is jammer, maar ik begrijp het. Ik wil alle begrip, denk ik ook. Nee, nee, nu moet je vragen, maar u kan toch wel iets zeggen? Hm? Hè? Dus nu moet u kan toch wel iets... Nee. Nou ja, omdat u zo ontzettend zit te pushen, wil ik wel één ding zeggen. Die formatie is niet te doen. Niet te doen. God, wat zeg ik nu weer? Maar ja, het is wel zo. Waar ben ik verzeild geraakt, Dolf? Meneer Putters, hoe gaan die gesprekken? Knettergek zijn ze, meneer Jansen. Alle vier. Wilders. Wilders heeft alles wat hij vindt in de ijskast gezet. Alles. Maar dan ook alles. Ja. Dan zeg ik, hé, maar vind je nog wel iets? Of is het hierboven gewoon helemaal leeg? Nou, Jezielgus, die zegt de hele tijd, kijk eens, Kim. Ik zet een stap vooruit. Vooruit, in het landsbelang. That's it, meer niet. Van der Plas, oh god, die is er ook nog. Van der Plas. Die zit de hele tijd op een oude Casio te rammen en die zegt dan, hé, maar 12 plus 7 is toch 21? Ik snap het niet. En dan heb je ook nog... Pieter. Hou maar op. Pieter! Nou goed, die luistert niet naar Spijkers met Koppen, dus zeg het maar die gewoon. Die zegt voortdurend, ja, nee, ja, even denken. Nee, misschien kan... Even duur... Zeg iets! He, die zit of te wijfelen, of te janken, of allebei. He, dus echt, geef die freak een functie elders. Echt, maakt niet uit waar, maar al zeg ik tegen iedereen met een vacature, neem hem nooit aan. Echt... Dolf, het is alsof ik goddomme in de psychiatrie ben beland. En dat... Oh, sorry, telefoon. Ja, het is een heksenketel. Oh, god. Kim Putters. Dat ook nog. Hoogheid. Wow. De koning? Nee, zo wil Omtzigt dat we hem noemen. Oh. Ja. Ja. Wat? Pieter, jij zit naar Spijkers te luisteren. Ja, nee, ja, nee, ja. Oh. Jij wil een transcript. Ja, ja, nee, ga ik faxen. Ja, nee. Nee, ik ga niks weglakken. Nee, je hoeft niet te huilen, Pieter. Nee, dat is... Nee. Klopt, nee, jij bent ook de slimste. Je bent helemaal niet emotioneel manipulatief. Nee, en wij snappen allemaal dat jij nog niet weet of je er maandag bij bent, Pietertje. Ja, dag. Ah! U moet een hoop geduld hebben. Ja, ik moet een hoop geduld hebben, maar gelukkig ben ik als mens van mezelf gewoon heel erg rustig! Ja. En bedeesd en blijmoedig. En, maar goed, hier praat ik dus al 4 weken mee. En kunt u na die 4 weken uitleggen wat een extra parlementair kabinet is? Nee, Dolf, nee. Ik heb nog steeds geen idee. En zij ook niet. Ze hebben geen idee. En daar gaat u maandag 2 dagen mee naar Hilversum. Wurg me. Ja. Schiet me dood. Stop me in een kerker met de nieuwe cd van Gordon. Op repeat. Wordt het zo erg? Ze zijn het over niks eens, Dolf. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Dit wordt nog erger dan een familieweekend. Het is niet eens duidelijk of Omtzigt komt. Precies, ik zie als staande komt er een limousine aan en wij allemaal, nou, zit hij erin of zit hij er niet in? En ik bedoel, ik kap ermee. Echt, eigenlijk ken ik maar één iemand die dit kan doen. En wie dan? Wie wordt de nieuwe informateur? Bert van Leeuwen. Dank u wel. NPO Radio 2.